Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 24 november van Weerplaza. Storingen blijven nog twee dagen uit onze omgeving weg. Vandaag en morgen is het dus nagenoeg droog. Wolkenvelden trekken wel over ons land. Nu en dan breekt de zon door. Vanochtend is het 5 graden. Vanmiddag wordt het 8 graden in het noorden van het land tot 10 in het zuiden. De wind die is zwak tot matig, waait eerst vanuit het oosten en draait in de loop van de dag naar het zuiden. Vanavond blijft het droog. Zijn er opklaringen en ligt de temperatuur tussen de 3 en de 7 graden en de wind houdt het rusten. Zeer lokaal kan er mist ontstaan. En morgen begint ook vrij rustig. In de loop van de dag neemt de wind toe vanuit het zuiden, naar matig windkracht 3 tot 4. Sochtends kan de zon soms doorbreken. Smiddags is het vaker bewolkt. De regen verwacht ik pas in de avond. Dinsdag valt er verspreid over het land een enkele bui en wordt het 10 graden. Woensdag en donderdag. Regent het van tijd, maar zijn er soms ook wel droge momenten? Het waait flink en het wordt maximaal 11 graden. Mijn naam is Diana Woei van Bierplaza.